Ja, voor mij is natuur heel belangrijk geworden. De mens heeft de neiging om te denken dat als wij er niet meer zijn, dat de wereld ophoudt. Dat we ons eigenlijk boven de natuur stellen. Dan gaat bij wijze van spreken denken, nou, ik neem een badkamer, dan neem je marmer uit Egypte. En dat kan, maar eigenlijk kan dat helemaal niet. Je overvraagt de natuur daarmee. En ik vind dat we eigenlijk ons meer als onderdeel van de natuur zouden moeten zien. Het hele idee dat in 1800 al mensen bezig waren om de natuur te doorgronden en daar modellen voor te maken zodat je kan leren, dat vind ik een hele inspirerende gedachte. En eigenlijk rond die tijd zijn natuurlijk ook die grote verzamelingen ontstaan van particuliere verzamelaars. Ja, ik vind dat waanzinnig inspirerend en dan vooral als het dus over de natuur gaat, wat toen natuurlijk voor het eerst een obsessie werd. Toen een stuk calciet uit zijn handen viel, zag mineraloog Howie dat de brokstukken dezelfde vorm hadden als het oorspronkelijke kristal. Dit was de start van een enorme klus, een systeem om mineralen in te delen. Van deze handgemaakte perenhouten modellen zijn slechts 6 series gemaakt. Naturalis heeft er 1. En daarom zijn de perenhouten modellen van Howie gekozen als 1 van de 25 topstukken van 200 jaar Naturalis.